De algemeen directeur van de Republic Bank Suriname, Sean Hussein, is gisteravond overleden. De bankier is plotseling onwel geworden en werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij het leven liet. Wat hem precies scheelde is niet duidelijk. Montague McLeod, director corporate banking van de Republic Bank, zegt dat hij Hussein in de middag nog had gesproken. Volgens McLeod had niemand dit zien aankomen. Voor ons was het heel onverwacht, want hij was, zover ik weet, was hij niet ziek. Hij was de hele dag hier op kantoor. En voor ik naar huis ging om 4:30, heb ik nog een mijn update gedaan naar hem voor die dag. En dan netjes gegroet en zei van oké, we zien elkaar morgen. En dat is dus gebeurd. En die avond werd ik dus gebeld met het bericht dat hij was opgenomen in het ziekenhuis. En daarna volgend bericht dat hij jammer genoeg was goed moeten ontvallen. En is verslagen, want hij was toch een heel geliefde directeur. En dat weten de mensen hier, want we zagen het als een doen van meneer Hussein, dat hij altijd het beste voor had met de medewerkers. Iedereen kon bij hem terecht om any zaak te bespreken. En dat kwam heel goed over. Dus hij werd echt op handen gedragen door het personeel. En ook door de andere managers hier in de bank. Nee, hij was... Maar ik zou zeggen, hij was een hele fijne directeur. Geruchten dat directeur Hussein zich zodanig heeft gestoord aan de nieuwe wet dat het hem fataal werd, berusten volgens McLeod niet op waarheid. Nou, ik zou daarop geen commentaar willen geven. Ik denk dat meneer Hussein iemand was die zich altijd heeft ingezet voor de bank. En ook voor Suriname, voor onze klanten en in zijn algemeen. Hij had het beste voor de bank en voor de mensen van dit land voor ogen. En dat deed hij continu. Maar dat hij zich, ik denk niet dat wat nu doorgaat op social media, dat waar is. En dat was Montague McLeod, directeur Corporate Operations van de Republic Bank. We spraken hem over de plotselinge dood van de RBC-directeur Sean Hussein. De bankier is gisteravond overleden. In verband met het overlijden van de directeur is de Republic Bank morgen gesloten. Sean Hussein laat een vrouw en 3 kinderen achter.